Hey Fools, Judgeken hier. Voilà, bij deze de eerste video voor ons YouTube-kanaal. Waarom maak ik dit kanaal en waarom deze video? Wel, een beetje kort. Ja, de basisbedoeling is eigenlijk om nieuwe spelers van ons team, om die wat informatie te geven en hopelijk hen te helpen om zo snel te groeien. Ik zelf heb gekozen voor offense. Waarom kies ik voor offense? Wel, voor meer loot te kunnen vergaren. Als je ziet, ik ben nu level 45. Als ik op mijn kaart ga kijken, de tegenstanders die ik krijg, 170 goud, 228 goud, hier een level 50 met 226 goud, level 55 met 217 goud, 52 met 221 goud. Hoe komt dat? Wel, hoe hoger in level dat je bent, in level van hoofdkwartier, hoe duurder dat de upgrades worden, dus hoe meer loot dat die zelf ook nodig hebben. Ja? Hoe hoger dat je in overwinningspunten staat, hoe zwaardere tegenstanders dat je tegenkomt, hoe groter de kans op fatsoenlijke loot. Nu, die mannen die kunnen alleen maar pakken als jij uw focus inderdaad op offense hebt gelegd en dat die sterke troep genoeg zijn. Dat die troepen sterk genoeg zijn, sorry. Ik vecht voornamelijk met tanks. Mijn tanks die zijn nu level 11, nog niet max, maar 7.300.000 om die te kunnen upgraden. En ik ben nu bezig met vlammen met een brandstichter, die is nu level 1, die moet natuurlijk ook nog naar boven. Nu, om die loot te kunnen maximaliseren, maak ik natuurlijk ook gebruik van mijn standbeelden. Je ziet, ik heb hier een meesterwerk staan, plus 40% grondstoffen en nog een keer plus 19, dus dat is plus 59% grondstoffen. Om je een voorbeeld te geven, dat resulteert dan in, laatste aanval hier. Voilà, 410.000 goud, 340 hout, 217 steen enzovoort. Ja. Dus hoe hoger dat je staat in overwinningspunten, hoe sterker tegenstanders dat je tegenkomt op je kaart. Maar om die te kunnen pakken, heb je dus inderdaad sterke troepen nodig. Daarom focus ik mij hoofdzakelijk op mijn offense. Dat wil niet zeggen dat ik mijn defense niet upgrade, maar in vergelijking met mijn troepen is mijn defense eigenlijk redelijk aan de zwakke kant. Al zou die volledig max zijn, hè, word ik toch nog altijd minstens één keer per dag gereed. Dus de boodschap is, probeer zo weinig mogelijk loot te hebben op het moment dat je uitlogt op het spel. En focus dus zoveel mogelijk op je offense. Nog een dat belangrijk is, is in deze. Dit is eigenlijk gewoon een spaarpotje. Daar zit geen limiet op, dus hoe langer dat je dat laat staan, hoe meer resources dat daarin zitten. Ik in die van mij denk ik om de 2 weken of zo, op het moment dat er veel loot te rapen valt op mijn kaart, om zo eigenlijk toch voldoende bijeen te krijgen om die zware upgrades te kunnen doen. Standbeelden, ik maak enkel gebruik van magma en duister. Waarom is dat zo? Grondstofproductie, heb ik niks aan, dat wordt toch maar gereed. En de sterkte van mijn defense maakt ook niet uit, want ze kunnen mij toch reden. Er zal er altijd wel een zijn die mij toch kan reden, ongeacht hoe sterk dat mijn defense is. Ik spendeer heel veel aandacht aan energiekanoneerboot. Daar heb ik er een stuk of 4 van staan. Waarom is dat zo? Wel, mijn held, die helpt mij ontzettend hard. Ik werk dan hoofdzakelijk met Captain Immervonk. En dan zeker met die creaturen, die helpen mij heel veel. Die zorgen ervoor dat mijn tanks langer in leven blijven. Maar over aanvallen komt later meer. Voilà, dit was mijn eerste video. Een beetje basis, er komen er nog meer. Zijn er bepaalde zaken die dat je wilt zien verschijnen of waar dat je wat informatie over wilt? Vraag het mij gerust, oftewel in-game, oftewel in de opmerkingen onder deze video. Je mag deze video natuurlijk liken, je mag je abonneren op dit kanaal. Je doet ermee wat je wilt. Voilà, hopelijk hebben jullie er wat aan. Groetjes!